Ik ben hier bij een familiebedrijf. Het bestaat eigenlijk al honderden jaren. En dit is een linnenwasserij. Wat je hier ziet aan vuile was, dat is eigenlijk een half uur productie. Maar dat doen we nu op dit moment gewoon de hele ochtend over. Omdat we anders helemaal geen werk hebben. Als de horeca dicht is, als hotels en restaurants dicht zijn, wordt er hier natuurlijk ook veel minder gewassen. En dat zie je als je hier binnen bent. Het is hier relatief leeg. Heel de wasserijindustrie heeft er last van. Van de stomerij op de hoek tot de grote industriële wasserijen zoals wij zijn. We zijn gelukkig een gezond bedrijf, maar we krijgen natuurlijk veel steun van de NAU en van de TVL. Het staat natuurlijk op een iets lager pitje, maar we moeten blijven innoveren en door investeren. Omdat we weten dat we straks uit corona weer komen. Je ziet hier nog de twee werkelijkheden naast elkaar. Aan de ene kant zie je nog handmatig handdoeken ingevoerd in vouwmachines. Maar er staan hier ook al robots. Je ziet dus dat het robotiseren van bijvoorbeeld vuilsorteerprocessen, maar ook van schoonverwerkingsprocessen, dat jarenlang op zich heeft laten wachten. Maar door de intrede van artificial intelligence en vision technologieën zijn we nu in staat om ook die onderdelen van de productieprocessen te robotiseren. Onze robot die sorteert vuile was. Wij zijn puur gaan robotiseren. Niet om met minder mensen te kunnen werken, maar om met dezelfde mensen een hoger productievolume te krijgen. Want een robot standalone neerzetten zonder toezicht, dat gaat volgens mij niet gebeuren. Er komt plek voor procesoperators in plaats van mensen die gewoon handwerk verrichten. Het is niet zo dat je dan geen personeel meer nodig hebt, zeker niet, want deze machines moeten ook allemaal worden gemaakt en onderhouden. Dus dit is een goed voorbeeld van een bedrijf in een bedrijfstak die al honderden jaren bestaat en die toch in staat is om met innovatie en robotisering mee te blijven doen in de toekomst.